Thank you, Mr. President, dear colleagues. I will continue in Dutch. Eerst en vooral wil ik de gastsprekers en zeker Herman Van Rompuy bedanken voor hun uiteenzetting. Als vertegenwoordiger vanuit het Vlaams parlement in de toekomstconferentie uitte ik van bij het begin mijn vrees dat de toekomstconferentie zou uitmonden in een symboolproject. Nochtans hoe wij ook in Vlaanderen heel wat positieve debatten via het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap. Maar ik vrees dat mijn vrees werkelijkheid is geworden. De plenaire van de toekomstconferentie is een aaneenschakeling van tussenkomsten zonder een echt debat en ook met heel weinig zelfreflectie. En wat we graag zien, Europa, moeten we ook durven evalueren. Er zijn te veel oproepingen richting meer Europa, meer centralisering en minder subsidiariteit. Er moet ook een ander geluid klinken. De kloof tussen de burger en de Europese Unie gaapt. De Europese democratie versterken is nodig. En daarom doe ik graag twee voorstellingen. De rol van de nationale en deelstatelijke parlementen versterken via de rode en de groene kaart om het recht te geven wetgevende voorstellen te doen. Thank you. Moeten we ook democratische evoluties in regio's als Catalonië, Baskenland en Vlaanderen respecteren.